Zo, ik heb de sjaal zover klaar. Het is een behoorlijke lap geworden. Dat is de lengte. We gaan nu, als je ongeveer een 3 gram over hebt. Ik heb nog 7 gram over, omdat ik een vrij klein hoofd heb. Hou in ieder geval 3 gram over en dan gaan we de rand maken. En dan gaan we het begin en het einddeel aan elkaar hechten. We gaan eerst starten met nog 4 toeren te haken met de Tunisie breisteek. We zijn hier in het begin begonnen met 3 toeren Tunisie breisteek en daarna zijn we begonnen met het omslag begonnen. We gaan nu gewoon 3 à 4 toeren haken, wat jij mooi vindt. Ik ga hier voor 3 toeren aanhouden. Ik zei 4, maar ik bedoel 3. Maar omdat we omslagen hebben, gaan we iets anders werken. We gaan de eerste 3 steken, want die lus op de naald is natuurlijk al je breisteek. Ga je gewoon de Tunisie breisteek oppakken, zoals je de hele sjaal doorgedaan hebt. En hier is nummer 3. Nu ben je bij de omslag. Hier is die. Wat je doet is gewoon de haaknaald tussen die twee pootjes, dus achterpootje en daar is het voorpootje, precies er tussendoor steek je naar achter en haal je draad op. Dan ga je naar de Tunisie breisteek en dan maak je gewoon weer je Tunisie breisteek. Nou, hier is die grote omslag weer. Dan ga je weer een Tunisie breisteek maken. Je steekt gewoon voordoor naar achter en haalt je draad op. Nou, zo ga je door tot het einde. En het einde heb je natuurlijk de laatste 4 Tunisie breisteken. En die haak je gewoon net als je de rest van de toer hebt gedaan. Dus je gaat gewoon overal doorheen steken. Of het nou een omslag is, of dat het een Tunisie breisteek een omslag is, dat maakt niet uit. Je steekt overal de dus naald van voor naar achter door en haalt je draad op. Ik ga deze toer afmaken en dan zie je me dadelijk weer terug. Ik ben nu bij de 4 Tunisie breisteken. Er is nog eentje in de rand hier. Dus onder de twee lussen doorpakken, omslaan en ophalen. Nu gaan we weer de toer afhalen. Dus weer eerst door één lus, losjes vasthouden. En nog twee, en nog twee, en nog twee. En zo ga je door tot je weer één lus over hebt op de naald. Nou, ik ben bijna aan het einde. En de laatste 3, 2, 1. Zo. Nu heb je dus allemaal veetjes gecreëerd, zoals je ook in het begin begonnen bent bij de opzettoer. En nu ga je in alle steken een Tunisie breisteek haken. Nou, deze toer die blijf je nog eens een paar keer herhalen naar wens. Ik ga gewoon deze toer nog 2 keer doen. Dus deze en de volgende toer. Dan heb ik 3 Tunisie breisteektoeren in totaal. Je ziet nu al dat het veetje weer begint te komen van het Tunisie breien. Nou, dit blijf je herhalen tot je 2 à 3 toeren hebt gedaan. En dan gaan we het begin- en het einddeel aan elkaar maken. Ik heb de laatste 3 toeren gedaan. 3 toeren Tunisie breisteken en hier ook. Wat je nu kan doen is, je gaat het begin en het einde op deze manier aan elkaar hechten. Als je goed kijkt, heb je aan de binnenkant een andere steek dan aan de buitenkant. En dat maakt de sjaal zo leuk. Wat we gaan doen.
Je zal zien dat de sjaal iets schuin blijft lopen. Dat komt doordat je constant naar één kant afhaalt. Als je niet wil, trek gewoon even tegengestelde richting. Span hem op met wat vocht erop. En laat hem een nachtje drogen. Dan is het er eigenlijk al uit. Zie je, dan beginnen ze al recht te worden. Ik vind het leuk als hij wat schuiner is. Dus ik laat hem lekker zo. Als je hem gaat dragen, zal het ook op den duur wat gaan verdwijnen. Hier zijn we begonnen. En hier zijn we geëindigd. Ik ga nu dus het begin één slag draaien. En ik ga het einde pakken. En dan ga ik het begin met het einde met een halve vaste aan elkaar maken. Als jij liever naald en draad gebruikt, mag ook. Maar let op dat je heel soepel en losjes de delen aan elkaar hecht. Goed, ik heb even ingezoomd. Ik heb hier mijn lus. Maak eerst één losse. En die ga ik terug in die eerste steek. Die zit hier aan de zijkant. Hier. Daar ga ik in. En dan pak ik het andere deel van de onderkant af. En dan zoek ik ook de eerste steek op. Dus dat is eigenlijk de goede kant als je geraakt hebt. Dit zou dan de verkeerde zijn. Maar ook een hele mooie kant. Hier is de eerste lus. Dan steek ik daar mijn naald doorheen. Pak het draad door. En door de tweede lus en uiteindelijk door de lus die je op hebt gehaald. Dus in het begin altijd even een beetje zoeken. Dus pak gerust even de lus op met je vinger, zoals ik dan doe, en haal hem door. Zo, dat is nummer 1. Dan ga je naar de tweede. Steek hem voor door naar achter. En dan pak je de tweede lus hier. Daar is die. En daar steek hem ook weer van voor door naar achter. Je mag ook door de ketting heen haken als je wil. Sorry, hij valt net even buiten beeld. Ik ga het gewoon nog een keer doen. Hier is de derde. Doorheen. En dan hier kan je door de ketting heen haken. Dus die losse ketting waarmee je gestart bent, kun je hem gewoon doorheen steken. Nou, dit is zoals, zo ga je dus door de hele sjaal heen. Hier is de volgende tunische breisteek. En hier is mijn ketting. Hier ben ik net geweest. Hier is mijn volgende. Dus onder de twee lussen doorsteken, draad doorhalen en doorhalen. En door je lus heen. Nou, zo ga je dus door tot en met de laatste steek. En dan is je sjaal klaar om gedragen te worden. Ik wil je adviseren als je hem gaat wassen, eerst even handmatig te wassen. Indien je speciale wasspul mee hebt gekregen bij het pakket, gebruik die eens eenmalig. Dat is speciaal voor wol. Het zorgt ervoor dat je wol soepel blijft. Nou, zo haak je door. Tot en met de laatste steek. Hecht je draad af. Stop je draadjes weg. En dan is de sjaal klaar. Dus het is echt een sjaaltje voor overgang van winter naar zomer. Dat als het net te warm is voor een dikke sjaal, maar net te koud om zonder sjaal te lopen, dan heb je deze prachtige tunisch gehaakte Go With The Flow sjaal. Zo ga je lekker door tot het einde. En ik zie heel graag jullie eindresultaten tegemoet.